Drie pijlen, één bord. Gooit Michael Zulo een even getal, dan krijgt hij een makkelijke vraag. I'll go triple 20. No. Raakt hij een oneven getal, dan volgt een kritische. Maar mikt hij een bullseye, dan mag hij kontje knallen op de verslaggever. Yes. No. What is that? Okay. Well, it's an uneven question, a difficult one. Mm-hmm. How is your Dutch? Not bad. I mean, I can understand everything, but speaking is a bit difficult. So if it's about football, I can speak okay, but it's sometimes a bit difficult, yeah. Wat kun je dan zeggen in het Nederlands? Wat je wil. Wat je wil. Dus we kunnen de rest van het interview in het Nederlands overgaan? Helemaal niet, nee. Helemaal niet? Zullen we toch proberen dan? Nee. Ik denk het een beetje moeilijk. Maar wat leer je nu vooral dan? Meestal over voetbal en ja, als ik moet over voetbal praten, dan is het een beetje makkelijk, maar voor de rest is het een heel moeilijk. Tens for me, here we go. Oh, again a hard one. Je had een tijdje niet gespeeld, maar nu weer wel. En kijk jij vooral uit naar volgend seizoen? Yeah, of course. Yeah, of course. I mean, next season is I'm here for another two seasons now. So this year I haven't played as much as I wanted to, but I'm hoping next year I can get off to a good start and you know, stay in the team the whole time and play the whole season. Ah, yes, still even. Looks good. The last one, an easy. The next game is against PEC Zwolle. Their season is kind of over. They can't reach the playoffs anymore, but they can't relegate as well. Utrecht is preparing for the playoffs. What kind of game can we expect? For us, it's very important that we win this game and continue playing well on the way to the playoffs. And for them, I mean, it's also one of the last games for them at home. So I don't think they want to lose either. What wordt de uitslag? 1-3, denk ik. 1-3, wie scoort er? Mulenga, Toonstra en maybe Nana, Asara. Ik had verwacht dat je eigen naam zou zeggen. Nee, nooit.